Hallo Spengers, 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 een nieuwe aflevering van Super Mario Sunshine. Wahoo! En we zijn weer terug bij het avondstrand, zoals ik hem maar even noem. Het is geen naaktstrand, want ja, de mensen hebben kleren aan en zijn nog steeds aardig dik. Net zoals alle Piantici, Pian. Die. Dit is een puzzle level, dus zonder flirt. Het is kut. Zonder flirt en het is kut. Voor vroegere afleveringen, 2 of 3 terug, deed ik zo van, we gaan even naar een andere wereld, want dit level is moeilijk. Kan ik het ondertussen oefenen? Dan denk je, Rick, heb je nu heel goed geoefend? Doe het niet. Je kent me, ik oefen nooit. Ik zeg, ik ga oefenen, maar ik doe het nooit, omdat ik lui ben. Ik ben heel goed in dat soort dingen uitstellen, van, ik oefen morgen wel. Ik oefen wel voor het opnemen. En dan zo van, het is al aardig laat, ik ga me even gauw de tweede video van de dag opnemen. En ja, dan heb je dit. En ik had al een tijdje geen Sunshine meer gedaan, dus ja. Het erheen komen is al aardig kut, dat je dat wel weet. Het lijkt heel makkelijk, is het meestal ook, alleen, ja, dan heb je dat soort dingen. Ja. Ja. We hadden net toch bijna in 1 keer kunnen gaan. Zie je daar die mond? Dan gaan wij in. Had je niet verwacht van mij, hè? Zal ik een beetje, ja, kijk, dan pakken we die daar. Ja. Het gaat niet slecht, dat moet ik gaan zeggen. Hé, boe boven me, gaat hij met jou? Mag ik even in je mond? Ja, mag dat? Wat lief van jou. Oké. Het enige wat we nog hoeven te doen is in Boe's mond. Wat nog aardig moeilijk is, dus gaan we eens even hierheen. Oh, zo zit het dus. Oh. Ah, deze sprong kan ik ook vanaf hier waarschijnlijk wel maken. Nee! Snel die kant op, Mario. Gelukkig. Gelukkig. Oké. Recht in die mond, jongens. Dat klonk heel fout. Jee, je hebt het gehaald. Oké, in principe krijg je Aldo wel al snel een levertje. Dus ja, in principe hoeven we dit begin niet vaker te doen. Dit begin is al, ja, flink kut. Zou je het kunnen noemen. Deze persoontjes komen even lekker pesten. Dan krijg je aan ze gewoon alle 3 te doden. Anders beuken ze er vanaf, dat is heel lief. 1, en daar komt nummer 3. Hallo meneer 3, hoe gaat het met u? Dan maak je een mooie backflip. Dat zou zeker niet al te moeilijk moeten zijn. Is het ook niet. Hoera. Denk je zit hier een leven in. Jammer genoeg niet. Er zit een mooi muntje in. Echt. Alsof je hier muntjes nodig hebt. Hey, hoe kom ik eigenlijk aan het andere muntje? Dit deel lijkt moeilijker dan het is. Vind ik persoonlijk. Maar ja. Als ik dat zeg gaat het alleen maar fout. Ik kan ook vaak wel sprongen maken dat je... Ah, oh, godverdomme. Maar tenminste nog een draai, Mario. Als ik mijn controller draai, moet jij een draai maken. Ah, beginnen we nog maar een keertje. Ik bedoel, ik ga zo meteen een beetje snijden het materiaal, maar... In het begin... Oh, ik heb pas 2... Ik heb bijna geen levens meer. Waarom? Ah, kom op. Ga straks beuken ze me nog af ook. Nee, jongens, niet deze keer. En mijn levens zijn er weer bijna op. Dat gaat straks gemoeilijk. Nee, Mario! Oh, ik krijg een halve hartaanval. Nee, niet een hele hartaanval. Dat is de mainstream. Bijna goed, Mario. Yay, Mario, we hebben het gehaald. Wie had de S? Gehaald. Wat niet eens waarschijnlijk een goed Duits woord is. Oké, kom maar. Propeller poepert. Weet je, mijn controller heeft vaak problemen met het woord springen. Dan druk ik op de A-knop en dan doet de controller zo van... Wat? Springen? Nog nooit van gehoord. Oké, dit deel is heel makkelijk als je weet wat je doet. Wat je namelijk moet doen is, je moet niet allebei de kanten mollen, anders kun je onmogelijk naar boven komen. En dan, ja, dan ben je denk ik van jezelf verplicht dood te gaan. Klinkt heel hard, is het ook. Hoppa. Hop, hop, hop. En dan ben je boven. Alsof het niets is. Kijk, nou komt het deel wat aardig kut is. Het zanddeel. En dan denk je, Rick, het zanddeel. Heeft dat met zand te maken? Jammer genoeg wel. Spring. Spring. Oh, kut, 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 kut. Yes. Kut. Ja, dat is kut. Nee. Oké, ik ga weer verder als we bij het zanddeel zijn. Tot zo. Oké, jongens, we zijn er weer. En dit is poging nummer 2. Ik ben zo slecht in het zandstukje. Ik wil te snel. En dan val ik... What the fuck was dat? Dat mag niet eens een naam hebben, jongens. Zeker game over ook nog. Oh, gelukkig. Ik heb nog een leven. Laten we teruggaan naar het zandstukje. Om er lekker gezellig met z'n allen vanaf te vallen. Joepie. Jee. Oké, jongens, ik ben weer hier. Ik heb trouwens een trucje geleerd. Kijk, ik zei dat er in het begin aan leven was. Toen opeens was het zo van, niet?
Maar dat is er wel. Je moet dit meloentje breken. Ik dacht al, wat de fuck doet dit meloen nog hier? Nou, dan krijg je dat zijn muntje. Ga je naar onder. Dan ga je naar dat stuk waar de meloen zou zitten. Als het goed is, zit hij dan al even in. Kut. Oh, je moet natuurlijk eerst die meloen breken, want als je eerst het leven pakt, dan kom je niet meer omhoog. Oké, okay, dan gaan we weer omhoog. Ach ja, ik kan dit wel recorden. Net zo goed, nou we toch bezig zijn. Ik hoop echt dat we dat nu gaan redden, maar het zandteel is echt irritant. Voor mij dan. Voor mijn doen. Ik vind het het irritantste deel van dit level. Maar ja, we kunnen dus nu al een leventje terughalen, dus ik hoef niet nog een keer door die irritante, helse hotellobby heen. Als ik dit stuk in één keer doordoen, ik val er altijd vanaf. Ik heb het net nog één keer gedaan of twee keer, weet ik niet eens meer. Maar op een of andere manier weigert mijn spel dan mee te werken. Dat kan aardig irritant zijn, hè. Ik hou niet zo van doodgaan, weet je. Ik heb deze watermeloen hier aan de zijkant ook al gecheckt. Zit er geen levens in. Geen zorgen, kinders. Ja, dit spel heeft dus wel makkelijk dat je levens kan terugkrijgen. Oké. Okay. Zand, tussen jou en mij. Oh, nee. Oh, kom. Ja? Ja? Ik zie niks. Rick, weiger dit. Ik weiger dit. Oké, jongens, poging 500. Het zou echt grappig zijn als we deze hele aflevering bezig zijn met deze puzzel. Eigenlijk zou ik daar maar om kunnen lachen. Stiekem. Ik hou van binnen. Natuurlijk hou ik van binnen, maar... Nee. Mario, zullen we het even niet doen? Goed zo, Mario. En hij springt niet. Maar natuurlijk. En hij draait ook niet eens. Weet je, als je valt... Maar dan tenminste die draaisprong, Mario. Dan laat je toch zien dat je van me houdt. Maar we gaan lekker verder met een nieuwe poging. Nieuwe kansen, toch? Of niet dan? Hé, hey jongens, moeten jullie eens raden waar we zijn? Het zandgedeelte. Nee, Rick, echt waar. Ja, echt. Ik zou het zelf ook haast niet geloven als het een nachtmerrie was. En kijk, het probleem is dat ik hier graag val. We hebben dit stuk gehaald. Dat vind ik wel aardig. Netjes! Ah, kom op! Maak een draai! Mario, maak een draai, gij sukkel. Nou, volgende poging nog maar. We blijven positief. Hoera! Zandtijd. Activeer jezelf maar, zand. Nou, eigenlijk, activeer jezelf lekker een keertje. Oh god. Ja, leven. Niet dood. Leven. Waar sloeg dat op? Daarop. Rick wil graag niet doodgaan. Jammer genoeg is het hem niet gelukt. Ik had gewoon... aan het platform kunnen blijven hangen en dan had ik het waarschijnlijk gehaald. Maar ja, zandtijd, weet je wel. Laten we het nog een keer proberen. Zometeen zijn we gewoon 15 minuten bezig met dit en dan stop ik wel de aflevering. Dan heb je gewoon een aflevering waarin niks gebeurd is. Weet je, kan je de aflevering net zo goed van YouTube afhalen. Maar heb ik zoiets van, ik ben hier fucking 3 uur mee bezig geweest met recorden, dus laten we dat lekker niet doen. Oké, okay, tot zometeen bij zandtijd. Hey jongens, die nu even op hun horloge kijken. En je denkt, Rick, het kan toch geen zandtijd zijn? Het was een uur geleden ook al zandtijd. Dan zeg ik, ja dat klopt. Maar het is nog steeds zandtijd. Zand. Zand. Je ziet wel dat ik er beter in word. We hebben het gehaald. Oké, nu komt een pittig makkelijk stuk, al zeg ik het zelf. Ik zou deze breken. Als het goed is, zit hier nog een tweede leven onder zelfs. Deze. Ja, oké, nice. Nu komt een... Ik vind het persoonlijk makkelijk stuk. Ik heb het alleen niet meer geoefend. De eerste keer dat ik dit wou proberen, lukte het eigenlijk in één keer. Dat hebben we eerder gedaan. Het is er zo... Oh, het is er zo in, denk je dan. Ik moet mijn camera misschien een beetje draaien. Ik weet niet precies. Ik heb niet al te veel over nagedacht. Kut! Nee, maak een draai! Dat doet hij ook al niet. Nou jongens, dan zie ik jullie gewoon weer bij zandtijd. Alweer zandtijd, ja joh. Zandtijd, dat is de beste tijd van het jaar. Dan worden de meloenen geoogst. En dan denk je, Rick, bedoel je mijn meloenen borsten? En dan zeg ik, ook. Ja, meloenen hebben maar gewoon veel betekenis. Het betekent ook kaasschaven namelijk. Zeg ik, waar is de meloenen? En dan zegt ze, Rick, maar we hebben maar één kaasschaaf. En dan zeg ik, nee, ik ben vandaag bij de Aldi geweest. Ik heb een tweede gehad. Weet je, dan wordt er gewoon veel kaas geraspt. Mario. Oké, dan. Ja, dan zie ik jullie zo meteen weer bij zandtijd. Het is weer zandtijd. Yay. Ik geef toe, ik word er beter in. En wat de fuck was dat? Ik wou de draai doen en toen kwam ik op plateau en toen rende ik er gewoon eigenlijk volop vanaf. Nou, zie ik jullie bij de volgende zandtijd. Tot zo. Jee, zand. Hey, wat doet dat vliegende zand daar? Laten we er overheen proberen te lopen, jongens en meisjes. Let's go. Spring en subscribe voor dit zand. Het
valt naar beneden. Er is niets aan de hand. Want Rick, het serpentje, die doet goed zijn best. Hij springt over het zand en het lukt hem, oh ja. Het lukt hem. Ik vind het best wel chill, want eigenlijk ben je gewoon levens aan het farmen. Iedere keer dat je tot en met dit punt komt, krijg je namelijk één leven wat je als je dood gaat weer verliest. Plus dit leven. Dus jij, in principe zijn we wel een goede voor het levens aan het opbouwen. Weet je, ik ben echt een optimist. Een optimist. Oké, voortaan gaan we gewoon beginnen bij het draaiende wiel. Want van zandtijd word ik zenuwachtig. En dan mensen, Rick, is het alweer zandtijd? Zeg ik, nee, het is de draaiwieltijd. Dus tot de draaiwieltijd. Oké, natuurlijk, nu ik aan het opnemen ben, ging het in één keer goed. Kijk, je moet al deze watermeloen weghalen, dat is veel makkelijker. Anders dan moet je dus in één keer op het wiel springen, wat niet echt goed gaat, zoals je net ziet. Ik heb geen zin om zandtijd nog een keer over te doen, want ik krijg echt ik word echt heel zenuwachtig van. Ik vind dat niet leuk. Echt, als ik nog een keer was over te gaan met zandtijd, dan was ik waarschijnlijk weggelopen van mijn pc. En dan moest ik gewoon 15 minuten pauze nemen, zodat ik een eigen cooldown. Maar ik anders gewoon woedeaanvallen krijgen van dit spel. Het is echt, dit soort secret levels, die kunnen echt goede bloed onder mijn nagels vandaan halen. Are we there yet? Oké, maar ik was rustig. Okay. Wat je nu in principe moet doen, is op het wiel springen. You don't say. Yes, we staan. Hand in hand, kameraden. We lopen op het draaiende tandwiel. We hebben het in de gaten. We zien het tandwiel draaien, maar we geven heus niet op. We maken een sprong en we vallen. Dat is flink. Ik zie jullie weer bij tandwieltijd. En dat is over enkele seconden, want het is weer bijna tandwieltijd. Tot zo. Oké, ik heb echt 20 keer gefaald ofzo, maar we zijn er eindelijk weer. Echt, ik moet echt beter leren editen. Echt, ik denk over 200 video's dat ik echt een beetje professioneel ga doen met ook dat bescherm. Niet meer de onderkant mist, eindelijk. Als alle GameCube-series af zijn. Als ik echt ooit professioneel kan editen, dan ga ik zeker een rage meter eronder maken. Die dat echt, deze aflevering had echt, als ik verder was gegaan met recorden, een rage meter. Dan had hij gewoon mijn gezicht zie ofzo. Dat ik dan langzaam begon te lopen met rood, weet je, als een en op een gegeven moment dat je had mijn hele hoofd helemaal rood, is dat helemaal aan begint te lopen, dat op een gegeven moment allemaal stoom in mijn oren komt en uiteindelijk, ja, als ik dan net voor het einde waarschijnlijk zo meteen dood ga, dat het hoofd gewoon ontploft. En ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ja, ik ben helemaal niet zo goed met editen. Dus ja, dat wordt jammer jongens, geen rage meter voor jullie. Maar dit spel zou het echt nodig hebben, als een spel een rage meter nodig zou hebben, maar dat is een show. Ik hoop echt zo echt dat dat nu gaat lukken, want het spel begint echt mijn anus uit te komen. Nee! Nee, Mario, zo moet dat helemaal niet, mafkees. Oké, jongens en meisjes, we zijn weer bij het tandwiel. Weet je wat dat betekent? Tandwieltijd. Oké, tandwiel. Deze keer wordt het iets serieuzer dan ons tweetjes en ik ga... En we zijn er weer. Oké, ik word echt zo boos als zometeen is blij dat mijn Camtasia fout gefaald heeft. Want die valt toch heel vaak als je ondertussen al nog op pauze drukt. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik word ook heel boos als ik van dit ding afval. Ik ga er te laat. Of te... Nee. Oh nee. Ik ben bang. Oké, gaan. Niet gaan. Nee! Nee, Mario, wat... Nee! Kut! Jee, dit wordt serieus poging 50 of zoiets, dat ik dit... Nou, tot over enkele seconden, yippie. En daar zijn we weer, deze keer ging het gewoon in één poging goed. Dus ja, ik hoop dat ik het zandstuk eindelijk onder de knie heb. Ik ben nu een uur bezig met recorden, net zei ik gewoon de random getallen van zoveel uur. Natuurlijk gelul, maar ik ben nu serieus 1 uur bezig met recorden. We hebben de milestone gehaald, echt, als ik later goed ben met editen, dan moet er ook zo'n klein klokje inkomen. Dat je in één keer ziet, hey, hij is 10 minuten verder, hij heeft dus met 10 minuten gedaan om op dit punt te komen. Maar ja, oké. We zijn dus nu een uur verder vanaf het begin van deze aflevering. Ja, ik vind het kut. Godverdomme! Kutzooi! Zeehondjes doodknuppelen. Dat wil ik. Met een stok. Met een knuppel. Ga dan wel gewoon lekker heen, joh. Weet je, waarom niet? Waarom recorden we dat niet lekker gewoon? Eén keertje, even één keertje. Misschien dat het dan gewoon geluk brengt, weet ik veel. Voor mij moet hij de recorder een keer opnieuw starten, want hij lijkt eigenlijk een beetje lag. Hou er niet zo van. Kijk. Dan maak je deze kapot. Die gaat wel sneller, ben ik achtergekomen. Beetje deze ook. Dit is net 1 keer mislukt, toen flikkerde ik gewoon hier naar beneden. Ik kon niet al te boos om worden, maar ja. Ik kon er wel boos om worden. Stop een B.
deze duurt lang, ik hou er niet van wachten. Deze kun je in één keer doen. Deze wacht je altijd eventjes één keer dat hij voorbij komt. En ja, dan dit. Natuurlijk weer omhoog. Ik hoop echt dat het nu in één keer lukt. We zitten nu gewoon over de 15 minuten mark heen, hè? Ja, dat is nog een lange aflevering. 1 level. Echt, mensen die echt halverwege deze video zijn, die denken... Mijn god. Rick ging zeggen... Sorry dat het misschien een korte aflevering wordt waarschijnlijk. En ja, nu dit. Dat klopt. Oké. Zandstuk. Spring. Moet je mijn zand... Oh, dat ding lekt! Nou, ik zie er wel weer bij de tandwiel tijd, hè jongens, want anders wordt de aflevering weer in een half uur en dan ben ik weer urenlang aan het renderen. Ik ben al een uur lang aan het opnemen en dan heb ik niet zin om nog een uur lang mijn computer te laten renderen. Dus ja, tot zo! Oké, jongens, het wordt weer draaitijd. Deze keer heb ik een pittig goed gevoel over, maar dat zeg ik wel vaker met dingen. Oké. Maar dit is normaal echt nooit moeilijk, alleen ik weet het op een of andere manier... ...verschrikkelijk moeilijk te maken! Kut! Auw. Ik word ziek van dit level. Nee, misschien. Tot zo, tenminste, bij alweer het draaiende kuttandwiel. Wat nu gewoon nog erger fijn had, is dan het zand lijkt wel. Tot zo. Oké, we zijn er weer. En dat je Rick. Je bent opeens weer blij. Ja, ik heb mezelf wel wat gecombineerd. Wat ik dan gewoon doe is... Dubstep luisteren. Oh, als deze Mario Sunshine levels me niet lukken, dan zet ik gewoon random Skrillex op. Ik luister natuurlijk alleen Skrillex, anders is het veel te hipse. Of juist niet, weet ik veel. Gewoon Skrillex, voor mij luister alleen hipse, zeg alleen Skrillex dubstep. Dus ja, dat is gewoon goed. Ik was niet eens, ik was op 1 minuut 15 van het liedje en toen was ik alweer hier. En ja, meestal als ik nadat ik Skrillex geluisterd heb, gaat het altijd wel goed. Ik weet niet, ik ben helemaal geen fan van dubstep. Nee! Mario! Mogol! Nou, we zijn er weer hoor. Het lijkt wel alsof ik echt onverslaanbaar word met zandlopen. Ja, zandloper. Ah, ik ben een zandloper. En ik ben zo slecht hierin. Echt, het is zo makkelijk. Maar ja, ik doe iets verkeerd. Kijk, dit is gewoon alles wat je moet doen. Je loopt op het stukje. Wacht tot die een beetje goed is. Godverdomme! Zeehondjes! Dood! Jongens, ik ga gewoon verder als ik bij de Shine ben, want ik heb het echt even gehad met schreeuwen in de microfoon. Dus ja, ik zie je wel bij de Shine, denk ik. En dan doe ik nu al verslag van hoe het gegaan is. Dus eigenlijk wou ik echt zeggen van 9 uur ben ik klaar zijn. Het is nu 3 voor 9. Ja, dat is flink kut. Laten we nog even één gewoon hele trui. Nee, dat doen we niet. Ik zie jullie gewoon wel bij de Shine Sprite. Tot zo. Oké, jongens. Na 2 uur, ik herhaal 2 uur lang dit level, is dit het moment... Ik ben helemaal moe, ik heb lopen schreeuwen, zweten. Het is nu 9:30. Mijn hele avond is gewoon weg, maar we hebben het gehaald. We hebben het gehaald. En dan denk je, Rick, yes, het moeilijkste level. En dan zeg ik, nee, er zijn nog veel moeilijkere levels. Maar bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet even jullie te liken en we gaan lekker verder. Noki B bijvoorbeeld, wereld 6. Heb ik ook overgeslagen, waren dus Noki B level 1.5. Kom level 6, denk ik. Maar we gaan deze maar doen, want die is nog veel moeilijker. En deze wereld, casino level, heeft er nog eentje. Ik geloof dat die niet al te moeilijk is. Die is ongeveer wat te doen. Maar ja, bedankt jullie voor het kijken van deze aflevering. En dan zie ik jullie waarschijnlijk gewoon binnenkort weer met een nieuwe aflevering van Super Mario Sunshine. Bedankt voor het kijken. Prettige dag verder. Oh, kuch. Doei!